Een hele goede morgen en welkom bij Nieuwe Ups en Down. De kinderen zijn al op school. Ik ben heel eventjes naar de winkel geweest, want ik had wat dingetjes nodig omdat straks de oppas komt. Want Niels en ik gaan naar een comedy ding. Leg ik later uit. Ik heb nu geen voor. Ik heb boven al zover alles weer opgeruimd, netjes en de was aangezet, et cetera. Want om 5:30 komt de oppas en wij gaan om 5:45, 6:00 ongeveer weg. Dus de oppas gaat de kindjes ook in bed leggen voor de eerste keer. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik heb geen wantrouwen daarin of zo, want zij doet haar werk gewoon zoals het hoort. Dus ik vertrouw haar volledig. Nu ben ik hier heel eventjes aan het poetsen. Als ik dat gedaan heb, dan ga ik eventjes voor haar een snackschaal maken. Vindt ze lekker, vindt ze leuk. Hoef ze ook niet over na te denken verder dan. Kan ze gewoon op tafel zetten, lekker filmpje aan en gewoon lekker als kinderen op bed liggen, lekker haar eigen ding doen. Deze vrouw had mijn moeder kunnen zijn, dat klopt. Maar zij weet ook dat ik graag voor andere mensen zorg. Dus zij heeft ook gezegd van, nou weet je wat, dan doe je dat gewoon en prima. Maar meer ook niet, dus dat is wat we hebben afgesproken. Maar goed, ik ga even de bank afstofzuigen, zorgen dat er nieuwe kleden op liggen, et cetera, et cetera. En dan alles eigenlijk netjes hebben, totdat ik de kinderen op ga halen. En dan ga ik zorgen dat de kleren enzovoorts allemaal klaar liggen, zodat iedereen alles heeft wat ze nodig hebben. Oh ja, dat betekent ook dat ik vandaag vrij weinig ga vloggen, want ja, ik ben ook niet helemaal lekker. Ik heb de verkoudheid van Jordi overgenomen, denk ik, of zo. Daar waar ik gisteren nog dacht, het gaat eigenlijk wel goed met Liam, want dat een feestje gehad, is vandaag krent. Dit is echt een uiting van gisteren en daar kan hij ook niks aan doen. Dat is gewoon zijn prikkelverwerking. Hij is gewoon over de zeik. Ja, dat hebben ze op school vandaag ook al gemerkt, maar ze weten ook waar het vandaan komt en ze weten ook hoe en wat. Dat. Daphne weet er ook allemaal van. En Daphne weet ook hoe ze hiermee om moet gaan. Dus komt allemaal goed. Maar toch, ik wil eventjes aangeven dat een dag later hij nog steeds last heeft. Of dat hij last heeft van wat de dag ervoor is gebeurd. Dus ik ben benieuwd wat morgen ons gaat brengen. Niels komt dadelijk ergens een keer thuis en dan is het alweer tijd om de kinderen eten te geven en te zorgen dat ze alles hebben wat ze moeten hebben. En dan Niels en ik ons eigen klaarmaken zodat wij weg kunnen. We hebben een date. Ja, we zijn naar Rob Schepers geweest als een comedian. En we hebben op de heenweg hebben we McDonald's gegeten. En nou heeft Niels een frappé, nog iets. En ik heb een McFlurry, voor zover ik hem op krijg natuurlijk. Ondertussen hebben we voetbal aanstaan. Daphne is bij de kinderen. Maar wij gaan even lekker onze date in de auto verder doen. Even lekker ouderwets zoals vroeger. Trouwens, ik vind een McFlurry ook niet echt meer een McFlurry, hè? Want het wordt niet meer geroerd zoals vroeger. Voor de mensen die denken, ja, maar je kan toch niet tegen melk? Nee, dat klopt. Ik heb hier ook vanavond en morgen last van. Maar ik heb het er even voor over. En dit is dus een nadeel. Als ik dit heb gegeten, krijg ik dumping. En nou ga ik een flesje water halen, zodat ik het even weg kan drinken. Of ja, weg kan drinken. Sneller kan laten doorlopen. Goedemorgen. Ik heb even ontbijt gemaakt voor de kinders. Ze zitten lekker te eten. Hé jongen, lekker hè? Sammy. En Jordi wordt nu nog verschoond. Maar dit is voor Jordi. En ook voor Niels. Doe ik boterham maken.
zie er florissant uit, maar dat maakt niet uit. Dat is gewoon zoals het is. En ik heb ook broodje. Ik heb ook lekker aan het eten. Wat we ook weer moeten is naar de kapper. Dus we zitten te wachten. Sam is als eerste. En we gaan zien hoe het loopt. En toen waren we weer thuis. Jordi, die is lekker geknipt. Ja. En je ziet ook op zijn hoofd dat hij steeds meer vlekjes krijgt van de alopecia. We gaan nu even kerststengel eten en daarna moet ik even boodschapjes doen. Dus ja, Niels komt dadelijk ook weer thuis. Want dan is hij ook geknipt. Niels is zwembad aan het opzetten. Laten staan. Kom maar laten staan, schatje. Jij doet papa heel goed helpen, hè? Niels is zwembad aan het opzetten. En Liam doet Niels helpen. Wil je papa geven? Mag even. Mag papa geven? Mag geven aan papa. Dan moet je hem nou niet meenemen. Dankjewel. Goed gedaan. Nou, dat heeft hij dus net hier allemaal neergelegd. Waardoor dat hij zeg maar mee kon helpen. Dus Liam die is aan het opzichten. En Sam die is Jordi aan het vermaken. Kijk, hij is met Jordi bezig. En ik ben gewoon van alles aan het doen. Ik ben met Jordi naar de winkel geweest. Het is nu 3:30. En ja, we gaan het wel zien hoe het allemaal loopt. Straks de kindjes douchen voordat ze naar bed gaan. En nu kan ik niet zo heel veel doen. Vanavond moet ik wel eventjes wat koken. Morgen komen vrienden op bezoek. En dan eten we Indisch eten. En ik had gezegd, ik maak een kleine Indische rijsttafel. Want hè, onder de vorm van, ik moet mijn vriezer leegmaken. En dan had ik runderlap. En ik had nog hamlappen. En ik heb nog wat kip. Dus dan kan ik van de runderlappen kan ik smoor jabba maken. Van de hamlappen kan ik babi ketchup maken. En van de kipfilet kan ik saté maken. Dus dat. En ik maak ook sambal goreng telor, dus hete ei. En sambal goreng boontjes. Dat is wat ik maak. Dus een paar gerechtjes en dan met rijst. En dat is gewoon lekker. En de kindjes krijgen lekker frietjes morgen. We nemen ook twee kindjes mee. En eentje heeft melkallergie. En daar heb ik mij ook in verdiept. Net zoals dat ik met Jint heb gedaan. Dus alles wat we morgen eten is in principe melkvrij. Alleen haar kinderen, dus een vriendin van mij, haar kinderen kunnen ook... vinden het niet zo lekker, zeg maar, net als mijn kinderen, om een rijsttafel te eten. Dus heb gewoon gezegd, nou dan doen we frietjes voor de kinderen. Vonden ze helemaal geweldig. Dus die komen morgenmiddag. Zo, ik heb gedoucht samen met de kinderen. Want die moesten even gedoucht worden. Ik heb ook alvast wat aangezet. Ik zal het even goed laten zien. Dat is dit. Dit heet smoor jawa. En wat zit hierin? Vraag me niet hoeveel vlees het is. Het is in ieder geval rundvlees waar je mee kan stoven. Hier zitten in 3 grote uien. Iets van 4 theelepels knoflook. Verse knoflook. Foelie zit hierin. Hier zit in ketchup manis. 8 eetlepels. Hier zit in 1 goede theelepel sambal manis. Wat zit hier nog meer in? Nou, volgens mij was het er wel. Oh, en een citroenrasp. Citroenrasp. Dat zit er ook in. Wel dus heel goed wassen. Maar dat zit er in ieder geval in. En dit gerecht heet smoor jawa. Ja, dit mag gewoon uren en uren stoven. Dat is gewoon dit gerecht. Oh, en ik heb er iets van 100 ml water bij gedaan. Maar in ieder geval, dit is gewoon lekker nu aan het stoven. En dat kan gewoon de hele tijd aanstaan. En dan ga ik dadelijk de rest maken.
Maar ik ga jullie niet overal in meenemen in hoe het gemaakt wordt. Maar dit is in ieder geval in de slow cooker smoort jou. Nou, luidjes. Ik heb gebakken en gebraaien. Ik heb een lactosevrije cake gemaakt. Eén moment. Ik heb een lactosevrije cake gemaakt. En ik heb meer gemaakt. Oh, ik heb ook nog zwart in mijn gezicht ook. Dit is kipsaté. Dit is sambal goreng boontjes. Dit is babi ketchup. Dit is smoort jawa. Dit is smoort jawa. Dit is voorbereiding voor de gado gado. En dit is sambal goreng telor, oftewel hete ei. Dat is wat ik vanavond allemaal heb gebraaien en gebakken. Nou, niet aankomen van is te veel of weet ik veel wat. Luister, ik heb altijd mensen om me heen die honger hebben en eten willen. Dat komt bij mij altijd op. En als het niet opkomt, dan wordt het niet weggegooid. Want ik heb ook nog een opa die van heel lekker eten houdt. En als ik tegen hem zou zeggen, ik stop dit in de vriezer voor jou, dan zit hij nou al te watertanden. Dus wat dat betreft, ja. Ik heb altijd mensen om me heen die mijn eten lussen en die het komen ophalen of weet ik veel wat. Dus dat. En ik maak het ook met liefde. Dus als je een ander kan helpen, dan doe je dat. Een hele goede morgen. Vandaag gaan we poolparty houden. Vrienden van ons komen met hun kinderen. En nee, het is niet Inge, het is iemand anders. Maar Liam die is de hele tijd aan het zingen. Mommy finger, mommy finger. Where are you? No. Wil jij zingen? Mommy finger, mommy finger. Here I am, here I am. How do you do? Daddy finger, where are you? Niels is nu even de bedden af aan het halen en op aan het maken. Bye. Zodat ik dat niet hoef. Heel lief. En hij zit dit naar boven te zingen. Dan zit hij te zingen. Papa finger. Dus ik heb Niels al voorbereid wat hij daar moet doen. Maar ik weet niet precies hoe het liedje gaat. Ik weet het ongeveer. Ik ken het ooit van een filmpje dat een kindje staat. Daddy finger. Nou dat. Dus daar ken ik het dus van. Maar ik ga even verder ontbijt maken, want mijn eitjes zijn klaar. En dan gaan we lekker ontbijten. En ja, we hebben de chocoladetaart bij. Die moest op, want die had ik voor vrijdag gehaald. En we hebben die kinderen die ook als ontbijt. En het grappige is, ze kiezen niet de chocoladetaart boven een croissantje. Dus ja, ze kijken maar wat ze eten. Het is allemaal goed. We zijn even in de tuin bezig geweest. Ik ga het jullie laten zien. Ik heb hem helemaal open staan, hè? Wil je niet met water spelen, Liam? Waarom niet? Gaat dat niet in je hersenbreintje? Ja, eens even wennen aan het idee, hè? Want hebben we niet gezegd dat we dat gingen doen. Het was hartstikke gezellig. Niels ligt al te slapen. Kindje slapen. Sam is nog wakker geweest. Lampje was niet goed. Heeft Niels even gefixt voor hem. En nu is het tijd om te slapen. Maar het was hartstikke gezellig vandaag. De eerste poolparty is een feit. Dus ja, bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.